Oh, dat is de beste. Jij ook meedoen met dat curling? Met Frans Bauer. Nou ja, normaal gesproken nooit mee, maar mijn dochter vond het zo leuk. Maar die is nog steeds curling. Dat is wel het ergste. Nou, maar daar gaan we met ons drieën gaan we die grote beker ophalen. Curling, met dat curling? Ja, en jij vegen. Ja? Nou, je moet met z'n allen vegen, toch? Maar er wordt heel goed dan gekeken. 1,2 miljoen, ja, even te Napel. Onbegrijpelijk. Ja. Het is onbegrijpelijk. Dan hebben ze wel eens een scheidlollig idee. Denk, dit kan niks worden. En dan wordt dat een hit. Springen. En wij hebben er 20 jaar over gedaan voordat we een hit waren. Springen. Het springen van die duikplank was zelf. Oh ja, met Patty Brakt. Ja. Die dat zo plat toen... Ja, die zorgde voor was. Een tsunami. Patty Brakt. Sterren springen. Vier man verzopen op de tribune. Oh, ja. Toen zij in het water kwam. Hè? Dat was nog ergens Jan Boskamp. Ja. Hierom vind ik dit een leuk programma. Ja. Jan, ben je net als Karim Alamadi... Een paar kilo's afgevallen, Bert Jansen, want je ziet er strakker uit namelijk. Ja, nee, hij begint over strakker in mijn huis. Jij begint dat er zelf een strakker uitziet. Ik voel me eigenlijk... Je traint toch? Je bent nu aan de gewichten en zo aan hangen? Ik ben aan het steppen, ja. Ja. Aan wat? Aan het step. Luister, ik loop je net te helpen tegen de twee hero. En nou zit jij me weer uit te schijten, dus dat niet te lopen. Ja, maar ik zit in een volwassenenprogramma en er zit een man van 68 naast me die is aan het steppen. Ja, steppen. Dat moet ik dan zeggen. Ga jij lekker bij die prinses Caroline, of hoe heet dat mens, zitten, die ook met kinderen dingen doet? Kun je misschien met haar steppen? Nee, zo ver step ik niet. Laurentien bedoel je waarschijnlijk, of niet? Laurentien. Ja. Wat vond je ervan? Nou, René die heeft zich daar nog over opgevonden. Ah, man. Wat? Ja, dat vrouwtje heeft... Bij Jinek van de week. Ja, dat vrouwtje heeft een raad van kinderen opgericht. En dat houdt in dat die kinderen die gaan dan naar grote bedrijven als Shell en ING, Rabo. En die gaan daar praten met de CEO's over hun problemen. En dan denk ik, ja, weet je, ga lekker met die kinderen naar de Efteling, joh. Of ga lekker met die kinderen naar Euro Disney in de bus. Weet je hoe leuk die kinderen dat vinden? Ja, hartstikke leuk. Maar dat gaat dan onder het mom van kinderen... zoeken niet in problemen, maar in oplossingen. Ja. En ik zat naar dat meisje te luisteren. En ik geloof niet dat dat meisje ook bij iemand kwaad doet, weet je. Maar ik dacht wel, joh, ga lekker op vakantie, joh. Ja? Weet je? Gaan we het anders doen? Ja, kom, neem een fles wijn en ga lekker met je mannetje op strand liggen, weet je wel. Weet je? En er zat ook niemand aan die tafel die... Kijk, die maar ook iets zei van, ja, weet je... Waar gaat dit over? Ja, maar ja, Koninklijke familie enzovoort. Ja, nee, dat snap ik allemaal wel. Ja, wat is dat voor een autoriteitenvrees? Maar de RVD, we mochten de beelden ook niet uitzenden. Nee, maar er had toch iemand aan die tafel moeten zeggen... die iemand had moeten zeggen... Mevrouwtje, je kunt wel met een prins getrouwd zijn... maar je slaat alleen maar onzin uit. Je zit op je nek te kletsen. Waar gaat dit Daar hadden ze jou waarschijnlijk wel op moeten hebben dan. Nou, ik had dat wel gezegd, maar ik zat te kijken thuis en ik denk... Je riep het ook. Deze avond had Jules Deel er moeten zitten. Ja, of jij. Maar ze zei dat... zij gaat dan wel met die kinderen naar binnen, hè, bij die CEO's. Mm-hmm. Maar zie je zo'n CEO al, weet je? Die komt dan op dinsdagochtend op zijn kantoor, die neemt een bak koffie... en er wordt door zo'n secretaresse gezegd... Laurentien komt vanmiddag. Denkt die man, godverdomme. Die man heeft wel wat anders aan zijn hoofd... als met twee kinderen van 9 te gaan zitten praten. Maar jij denkt niet dat out of the box heel veel dingen op kan leveren? Nee, joh, echt allemaal niet. Onzin. Zijn klare onzin is het. Ja. Het is van niet maar laten we dat nou zeggen. En waarom zijn die mensen van het Koninklijk Huis... hier in Nederland heilig verklaard? Als die onzin uitslaan, dan mag je dat toch zeggen? Nee, maar dan zegt zij ook... Ze zegt, je onderschat het misschien wel. Nee, maar ze zegt, dan heb je zo'n man met zo'n kind van 9 of 10 gesproken... Zo'n CEO. En die man denkt ook, die voelt er ook niet lekker. Ik zou hem ook niet lekker in een kantoortje met een kind van 10. Nee? Nee, dat voelt toch niet lekker. Het gesprek gaat de verkeerde kant op. Nee, nee, nee. Ja, nee, ga door, nee, ja. Nee, nee, nee. Ja. Nee, maar ik bedoel... En dan zegt zo'n man na afloop tegen Laurentien, zegt hij van... Ja, ik kom toch op compleet andere ideeën nou. En waarop die op een gegeven moment... Weet je hoe dat gesprek eindigt? Ja. Waarop die Jimek zegt. Dus we gaan ervan uit... Jimek. We gaan ervan uit dat deze tafel dadelijk bevolkt is... alleen nog maar door kinderen. Laurentien zegt... Ja. Daar ga ik wel van uit. En ik denk... Ik zit dus over een paar jaar naar een paar kinderen van 10 te luisteren. Als ze... Nee, maar doe nou gewoon normaal. Maar heb je het niveau dat het niveau hier dan omlaag zou gaan? Als hier een paar van die kinderen aan tafel zit? Nee, hier niet. Hier zou dat geen effect hebben. Maar ik zit als volwassene om 11 uur 's avonds naar een programma voor volwassenen te kijken. Ja. En dan moet ik naar die kleuterschoolverhaaltjes van zijn juffrouw luisteren.
dan wil ik de juffrouw nog één advies geven. Oh, ga eens met een kleuterklas naar de hoogste baas van Shell. En breng met die kinderen, die hoogste baas van Shell is aan zijn verstand, dat die eens niet zo asociaal moet doen tegen al die mensen in Groningen die in kapotte, vervallen huizen zitten, die daar weg zitten te rotten. Dat is niet de Shell, hè? Dus de NAM is dat. De NAM wil nog wel meedenken, maar de Shell die hangt daar overheen en die houdt steeds tegen dat daar onkostenvergoedingen betaald worden. Dan worden Nederlanders, die worden daar in de kou gezet en die laten besterven. En dat wordt maar als heel normaal ervaren. En de kostbare zendtijd wordt besteed aan prietpraat van zo'n madame. Dat is even een statement, hè, in deze uitzending. Je bent los. Ja, maar dan moet je maar niet over de kekjesblossen beginnen. Dan word je altijd een beetje opgevangen. Ja, je geïrriteerd door natuurlijk. Jongens, het nieuws vandaag werd natuurlijk beheerst door Dirk Advocaat. Maar minstens zo door Albert Verlinde. En de vraag is natuurlijk van heel veel mensen: komt hij nu niet bij jullie aan tafel? Nu die vertrokken is bij Boulevard. Helene Verburg uit Amersfoort vraagt zich dat af. Is dat wat? Ja, ik denk dat Albert staat springen om hier plaats te nemen. Dat denk ik ook, toch? Ja. Hij was ook heel uitgesproken laatst over ons programma, toen hij bij mij in Wat gaat er nu door je heen zat, over onze genuanceerde mening bijvoorbeeld. Maar weet je, ik noem jullie programma heel vaak Homo Haat Laat, als grapje bij Homo Haat Laat. Ja? Wat denk je? Is dat wat? Ah. Ja, nee. Nee, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat... Kijk, ik ben wel zo, voor alles is een markt. En datgene wat hij deed in dat programma bij RTL, Boulevard, dat deed hij wel heel goed. Ik heb met hem gewerkt, die man is echt een vakman. Van Markt. Dat deed hij echt heel goed. Ik vind Albert van Linde ook een hele bijzonder prettige collega. Want als je hem tegenkomt hier bij RTL, het is een uitermate vriendelijke man. Hij zit in een andere business, in die showbiz. En de man kan wel wat, want hij heeft ook grote theaterproducties op poten gezet. Ja. En hij gaat nu waarschijnlijk die 5-uur-show presenteren. Dat is nu de bedoeling, hè? die dagelijkse show. Dus. Nou ja, goed, kijk. Hij zal wel om een reden weggaan. En je kunt niet in die 5-uur-show zitten en dan ook weer in Boulevard. Je moet RTL Live zeggen, hoor ik nou opeens. Dat moeten we zeggen. Ah. Want wij werken voor die zender. Dan moet je het heel goed zeggen. Okay. Je hebt ook een app, wist je dat? Ja. Nee, ik zeg het even. Maar goed, het is echt een vakman. Dan ben ik serieus. Nee, maar ik denk dat het voor het programma echt een gemis gaat zijn. We maken wel eens grappen over Albert. Maar dat is inderdaad, het is een vakman in een andere branche. En het is een hele prettige collega. Ja. Dat kun je niet van iedere collega zeggen. Nee? Noem er eens een paar dan. Nee, dat mag ik niet meer. Nee, mag dat niet meer? Nee. Geen RTL-collega's beledigen. Maar je had er in de scheurkalender... Oh, nee, is er uitgehaald of niet? Of staat het er nog wel in? Die is er denk ik uitgehaald. Die zijn er uitgehaald? Nee, ik vind Marco Borsato een smaakvolle zanger. Ja, echt waar? En ik vind Humberto een toppresentator. Maar dat stond er niet, maar dat is dus, een nieuw. Maar niet heus. ja. Alsof koffietijd wel niveau heeft. Johan Derksen. Ja, nee, je moet hem zeker op het toilet hangen. Hè? Ja, nee, maar iedere dag een hoogtepuntje, die scheurkalender. En, nou, de OOO staat er alleen maar. Jan Boskamp. Ja. Nou, dat is het. Ja, ja. Wat is dat nou? Maar daar heeft Jan bijna een rechtszaak voor aan zijn broek gehad. Nou, die uitspraak. Per jaar, inderdaad, ja. Nee, maar toen moest hij heel nodig poepen. Dan riep hij, OOO. En dat wordt dan meteen genoteerd. Ja, dat staat in een scheurkalender. Ja. Jongens. Oh. Ja. Nou, hartstikke fijn. Heb je al iets geroepen over het blad? Er is een blad uit, hè? Wist je dat ook? Ja, maar dit is het blad nog met ons als Jan Lul met de banaan op de voorpagina, omdat jij dat eigenlijk eiste. Ja, maar het gaat weer voor beginnen die rare met die actie van kantine, je. Hè? Bewustekantine.nl, ja, maar nu en, weer heel... En helaas hebben ze dus mijn naam in letters over jouw gesponsord horloge gedaan, zie ik. Ja, dat is klote, ja. Ja. Ja, dat is nou echt weer jammer, dit. Dat is maar de nieuwe komt er alweer aan. Alweer? Ja. Nee, we blijven terugkomen. Hè? Maar hoe staat en dan het op? Nieuwe boek van René komt eraan. 14 september wordt het gepresenteerd. Zeg maar. Michel van Egmond, de bestsellerschrijver, heeft het weer gedaan. Dus dat is succesverzekerd. Ja. Nee, we gaan weer gouden tijden tegemoet. Commercieel is weer helemaal binnen, inderdaad. Ja. Heb je een beetje verstand van voetbal? Nou ja, ik kom wel uit een soortig voetbalfamilie. Ze zijn allemaal echt helemaal bezig ermee. Dus ik pik af en toe wat op, maar... Ik weet er zelf niet heel erg veel van. Wat is nou echt de knapste voetballer? Ik hou niet zo van voetballers. Nee, niet jouw team? Nee, sorry. Wie gaat het WK winnen deze zomer? Nederland natuurlijk. Okay. Maar jij op één dag twee dingen doen. Normaal gesproken lig je tot een uur of zes op die bank en dan kun je langzaam een beetje jezelf opladen. Man, dus eerst naar die wedstrijd en normaal, daarna naar... Normaal is mijn drukste moment... De speler van de week kiezen. Ja. Dan moet ik echt. Ja. Dan moet ik mijn telefoon uit mijn zak gaan halen. Ja. Zo weet je wel. Heb je na Carlo ook nog uitgelopen? Ja. Cooling down. Cooling down. Ah, maar het was leuk. Bij Carlo gisteren, Carlo's TV-café. Hallo. Is jij er ook?
Ja, mooi man. Kook je wel eens thuis? Ja, ja, zeker. Nou, dan wil je vast wel eventjes voor mij de aardappels op smaak brengen met zout en peper, want die gaan zo lekker in de oven. Oh. Hey. Hallo. Hallo! Dat is wat anders dan Johan Derksen zo op een vrijdag. Ja, heb je nou... Fleun, heb je nou een kus van René van der Gijp gehad? Ja. Hoe was het? Heel leuk. Ja. Ja, ik kon er gisteren niks van zeggen, want dat het mij, maar die Pleun is 19 jaar die het dubbel zet. Heb ik gezien. Zit hij ook, ja. Ik kan niet over de eigen titel heen kijken. Nee. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Die zat zo aan tafel, die dingen die hingen hier zo. Ik kon nog geen eens bij de chips. Ik moest er gewoon zo langs. Niet normaal, man. Willen mensen weten wat jij van Romy Montero vond? Ook leuk, gezellig, aardig. Romy. Prima, prima. Ja? Niks meer zo. Ja, goed zingen. Goed. Ja. Voelen jullie dit nog als een warm bad hier bij Talpa? Of krijg je nu ook een beetje het gevoel dat je eigen clubhuis er nu dan gewoon afgefikt wordt? Dat je gewoon een beetje keihard aangepakt wordt ook? En dat dingen over je gezegd worden? Iedere maand wanneer John het geld overmaakt, voel ik het als een heerlijk warm bad. Warm bad, ja. Ja. Laat ze bedullen. Heb je gekeken naar deze tijd? Ik heb gekeken, ouwe reus. Maar weet je, ik heb 3 columns gelezen over dat programma. Parool, Telegraaf en AD vandaag, Angela de Jong. En alle 3 die columns sloegen de spijker op zijn kop. Het programma gaat nergens over. Nou, ik had de opening gezien, de aankondiging van Merel. Zo even de aankondiging, toen dacht ik wel, nu gaat er wat gebeuren. Ja. Merel die gaat staan en die zegt dit. We gaan het hebben over schoonheidsidealen en hoe de rolmodellen van nu die aan het doorbreken zijn. Ik had vroeger een unibrow, 1 wenkbrauw, net als Bert van Bert en Ernie. Werd ik mee gepest? Tegenwoordig heb je gewoon unibrow modellen. Hoe unieker, hoe beter. En dat vieren we vanavond. Dit is Ladies Night. Ja, maar dat is het hele verhaal natuurlijk. Het gaat nergens over. Nee. En dat is best wel pijnlijk als je ernaar zit te kijken. Kijk, en ik ben niet de man die erop uit is dat er aanslagen in Nederland gepleegd worden, maar... Het is wel zo, als er een aanslag gepleegd wordt... en die Beatrice de Graaf die wordt weer in die stoel gezet... Mm-hmm. Daar kan ik uren naar luisteren. Ja, die zit bijna op een aanslag te wachten. Die heeft zoveel kennis van dat soort dingen. Ook dingen in het Midden-Oosten, alles, weet je. En dat vind ik prachtig, mensen met veel kennis. Maar zo'n meisje als die Olsay Gülse, wat is dan hetgeen waar zij veel kennis over heeft? Ik denk, mode? Ja, misschien, maar faillissementen. Niet veel, weet je. Dus... Maar ook die Linda. Maar ik moet zeggen, zit er ook omdat het Linda is, maar niet omdat ze nou op iets te vertellen heeft of zo, weet je. Kijk, als je nou dadelijk, bij wijze van spreken, Egmond komt met het boek uit van Patty Bart. Ja. Dan zet je in dat Ladies Night, dan zet je die Schudelman, Egmond en Patty Bart neer. Dan heb je in ieder geval een uur om ergens over te hebben. Het is wel lang om een uur over een boek te praten, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Nee, ja, maar doe je het een kwartier, maak geen reet uit. Maar doe je het een kwartier, moet je nog 3 onderwerpen verzinnen. Dat wordt niet makkelijk. Nee, maar ik bedoel alleen maar... Nee, het is gewoon... Het is niks. Dat moeten die mensen toch zelf ook wel zien? Ja, maar het gekke is... Ze hebben toegegeven toen ze begonnen. Ze hebben naar ons gekeken en ze wilden een soort VI, maar dan door vrouwen gemaakt. Wij waren het format wat als voorbeeld voor hun gold. Dan gaan ze zitten, dat lukt niet, er kijkt geen hond naar. En nu willen ze scoren, dus ons neerzetten als lelijke leeghoofden. Nou, er is niemand aan tafel die dat tegen zal spreken. Dat is de waarheid. Ja. De waarheid mag gezegd worden. Ja. En dan hopen ze dat wij heel boos worden. Nou, ik kan daar niet boos om worden. Maar dan denk ik, ik laat me ook niet gebruiken voor een reclamecampagne voor een niet lopend programma. Nee, goed, ze vroeg aan. Dat moet ik even uitleggen. Er was een kijker die had het idee dat het misschien wel leuk was dat we bij elkaar gezet zouden worden. Toch? Bij dit programma, dan met Merel en met die dames erbij enzovoort. Dat heb ik gisteren gesprek met ook ze gehad. Ook in 1 kleedkamer? Daar is nog niet over gesproken. Maar als jij dat als voorwaarde stelt, dan kan er naar gekeken worden natuurlijk. Ja.
Maar toen sprak ik gisteren op de radio, Olcay en ook Merel, die zeiden dan... leuk, volgende week woensdag, bij ons of bij jullie. Nou, kan ik me voorstellen als ze kijkers willen hebben, maar daar laat ik me niet voor misbruiken. Ik heb geen enkele reden om bij die dames aan te schuiven. Of ze zouden topless moeten gaan zitten. Dan, dat zou nog een reden kunnen zijn. Nou ja, dan kan ik het overwegen. Ach, Linda, dat kan je niet maken. Nee, nee. Dat kan je niet maken. Nee, Linda die mag haar sport-BH'tje aanhouden. Ja. Ah, dat vind ik zielig. Die is fijn. Zijn boek, hè? Was jij nou van plan om een boek te schrijven? Een keer. Nee, maar dat je niet schrijft dat ik mij elke keer af zit te trekken bij weg... Nee, bij wegmisbruikers. Hé, wij hebben... Nee, want jij weet het ook, dat ik elke keer zit te trekken bij wegmisbruikers. Dat jij dat niet in dat boek, gaat schrijven, hè? Nee, maar één ding. Wij hebben een mannenafspraak, onze masturbeersessies... Komen nooit aan het licht. Nee, dat is oké. Want toen ik laatst jouw brillenglazen volspoot, heb ik gezegd... dat moet niet erbij komen. Nee. Dit is toch verschrikkelijk? Ja, John Newbeck zegt dat het niet waar is, hè? Nee, dat zeiden die wielrenners ook. Toen die wielrenners zeiden dat ze er lagen te trekken... als ze Dekker. Net van een berg afgereden waren. Ja, niet Erik Dekker. Maar die Newbeck, die bekijkt jullie met hele andere oren. Ja, de beloning. Nee, René en ik trekken het liefst met jou af, want jij houdt je mond. Maar vond je het kunnen allemaal met Gorner wat er van de week gebeurd is? Nou, of ja, zeg je nou... eerlijk gezegd, dat klinkt een beetje vreemd. Maar ik had dat boek wel uit willen geven. En Michel van Egmond, onze ster-auteur, die heeft ook wel een gesprek met hem gehad. Maar daar is eigenlijk geen vervolggesprek op gekomen. Maar ja, zo'n boek zat er aan te komen. Dat weet je met Gorner. Nee, je moet wel goed de feiten checken. Kijk, dat hij niet onzin verkoopt en mensen beledigt. Maar zijn zus heeft nu zelfs een rechtszaak tegen hem aangespannen. Ja, maar kijk, Gorner is natuurlijk een wat gekke jongen. Ik kan overigens over dat platte gedoe met die andere zanger kan ik geweldig om lachen. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij uit zijn duim zuigt... dat hij zich samen met Eubank even af zit te rukken bij een pornofilm. Hij heeft niet uit zijn duim gezogen. Maar nee, het is inderdaad een opmerkelijk verhaal. Voor Eubank is dat heel lastig. Kijk, dat verzin je niet, hè, dat soort dingen. Maar jij was boos op, hij was boos op Ali B, was hij een beetje. Ja, ik word een beetje moe van Ali B, weet je wel. Ali B, die talkshows, daar zit ik met aandacht naar te luisteren. Ja. Want daar hoor je toch veel zinnige dingen en hoe de toestand is. En allemaal mensen die recht van spreken hebben. En ik struikel iedere keer over Ali B, die daar tussendoor zit te zwammen. En eenzame mensen los je de problemen Verbinding. Op. Samen met de minister, Hugo noemt hij die minister. En nou heeft hij weer over de rug van de coronacrisis een lullig liedje gemaakt. Dan staat hij weer te rappen. Ik word helemaal gek. Die denkt echt dat hij maatschappelijk heel veel voorstelt. En dat alles wat hij zegt, dat de mensen dat allemaal opzuigen. Nee, maar ik blijf het een blaag van 38 vinden. Ja, maar hij wordt wel overal uitgenodigd. Dus dan ga je dat ook voelen natuurlijk. Het ligt natuurlijk aan die shows. Ja. He, die nodigen hem allemaal uit. Ja, maar dat had je ook met die zwarte mevrouw uit Amsterdam... die in de gemeente zit. Sylvana. Alsof je die naam niet meer kent. Nee, die Sylvana. Die heeft zo'n doelgroepje waar ze voor werkt. Die zat in iedere talkshow. Die ging van zichzelf denken... nou, ik stel heel wat voor, want ze vragen me allemaal. En ik vroeg me altijd af, waarom zit dat wijf er weer? Ja. Maar die gaat nu de landelijke politiek in. Dus die gaat dadelijk weer aan al die tafels zitten. De landelijke politiek in? Zou die gekozen worden dan? Maar in ieder geval stelt ze zich kandidaat. Ze heeft alleen kiezers in de bijl manier. Maar het erg is bij die klanten als Ali B, maar ook bij Tim Hofman... er zit geen enkele relativering meer. Nee. Ze hebben echt het idee... Ze vinden zichzelf ook belangrijk. Ja, ze vinden zich reuze belangrijk. Maar dat doet Van Nieuwkerk wel. Gaat hij nog zitten vertellen bij Van Nieuwkerk... ja, weet je wat het is, Matthijs? Op verjaardagen ging het toch altijd om mij. Ik denk, wat zeg je nou? Hij zegt, en dan is het zo leuk dat het gaat nu om mijn moeder. Ja. Het ging altijd om mij. Ja. En dan denk ik, ja, maar dat zeg je toch ook niet over jezelf? Dat het op verjaardagen altijd om mij ging. Nee, maar René, dat is helemaal gek, ik kan me voorstellen dat er mensen in Nederland zijn... die ons of een van ons een geweldige kwal vinden. Nee, dat kan toch niet? Nee, dat geloof ik niet. Nou, dat kan niet. Wat mij betreft zal het wel meevallen, maar... Eén ding, wij hebben altijd nog de zelfspot... dat we onszelf toch wel een tikje relativeren. Man, hey. Ja, we gaan ons inmiddels zelf opmaken enzovoort. Ja, dat is te doen. En ik vind het gewoon mooi dat... Jan, de twee hebben het dus lastig. Want ook bij Sparta zit iemand, hè, voorzitter. Robert Westerhof of Westerhof. Nee, die oude voorzitter van PSV. Ja. Die weet je nog... Oh nee, dat was jij niet. Toen was Barbara Barend de presentator. Ja, die goede oude tijd bedoel je. Ja. Die zat hier een keer naast mij en toen zei ik... ze noemen u toch Pinocchio, omdat u altijd liegt.
En die man, toen was het meteen reclame. En die man was kwaad, zeg. Die was kwaad. Die heeft hier 10 minuten tegen me staan te schelden. Maar in de uitzending was hij weer correct daarna? Ja, nee, toen begon de uitzending weer. En toen deed hij net dat er niks aan de hand was. En zei ik, Barbara, maar u was net toch heel boos over die opmerking? Hoezo boos? Ja? Ja. Ongelooflijk. Maar daar wil jij iets over zeggen, over die middenstof? Nou, Pinocchio die heeft... Pinocchio is hij al gelijk al. Die heeft over Pastoor gezegd van, op een vraag van de journalist van het Algemeen Dagblad. Van, dat heb je al een keer verteld, deze. Maar doe het nog maar een keer. Nee, vertel maar. Ja, Danny, nee, ik zeg het niet meer. Nou ja, goed, je mag het nog best een keer vertellen, Hans. Maar hij liet hem een beetje bungelen, daar kwam het op neer. Dat vertelde je de vorige keer ook. Het was je heel boos erover. Ben je nog steeds boos over de zin? Ik zeg het niet meer. Nee? Wil jij maar lekker vertellen. Maar goed, Sparta speelt wel even uit bij Go Ahead Eagles. En die andere twee. En, misschien wel aardig even het tv-landschap doorgenomen. Wat hadden jullie gisteren genoten van de Roelvinkjes en Gordon bij Pauw? Ik dacht dat Pauw al overgestapt was naar Talpa. Nou ja, er lijkt iets in de maak te zijn. Als je twee programma's gaat promoten van dezelfde zender, dan denk je bijna, zou er wat dan aan de hand zijn, weet je? Dat is toch opmerkelijk. Ja. Ik vond het zo. Ik werd er heel verdrietig van. Waarom? Nou ja, toen die Dries ging vertellen van ik zat in La Brochette te eten, dat eet ik namelijk altijd. Ja. Hij zegt, en de deur gaat open en wie komt er binnen? John de Mol. Hij zegt, en bij wie gaat hij aan tafel zitten? Bij mij. Hij zegt, ik zag dat hele restaurant kijken. Ik denk, onze baas, die de dinsdagavond vrijneemt om te gaan eten met Dries Roelvink, daar word ik heel verdrietig van. Je doet het beter dan Dries zelf, kijk maar. Daar word ik heel verdrietig van. Dit programma is er gekomen, begrijp ik, nadat jij... De grote leider, John de Mol, had gevraagd... kom eens even hier in het café. Waar is dit? La Brochette, geloof ik dat het La Brochette, is, bij het Velden, daar zitten wij altijd. Juist. En, hij kwam en de mensen stonden toch wel raar te kijken... dat hij binnenkwam lopen zelf. En hij ging bij ons zitten en hij begon te vertellen... dat hij eigenlijk tevreden was over de kijkcijfers... van Even Geen Cent Te Maken, onze vorige serie. Je zou toch hopen dat John de Mol uit eten gaat... met Matthijs van Nieuwkerk, Carlo Bossart... Jeroen Pauw, mensen die... Ja, die Johan Derksen, als hij zou eten. Mensen die, waar je iets aan hebt, maar toch niet met zo'n kneus. Nee. Maar hij zat daar vanwege dat programma. Ja, maar... En ik zit hij heeft gisteren ook zijn zoon bij hem. Ja. Daar stoor ik me meer aan. Eén Roelvink is al heel erg. Dat die, ben je al in staat om een hele fles whisky een half uur op te zuipen. Die doet de meest vreselijke dingen. Maar en die zegt dan, ik maak wat foutjes. Ach, Die gozer van de Telegraaf had een goede grap. Dat ze meer recidieven in de familie Roelvink voorkomt... dan bij de menig TBS'er. Nee, maar we kunnen duidelijk stellen... als de Roelvinkies SBS6 moeten redden, is... SCS6 reddeloos verloren. Maar ik denk dat hij er problemen mee gaat krijgen, Gordon. Maar vind jij John de Mol een goede kerel of niet? Nou, ik vind hem vooral heel intelligent. Hij kan veel. Hij kan heel veel. Hij kan alles. Ja, hij fijne mal, fijne man. Hij is een hele fijne man. Ja. Maar had je niet warme man, warme man. Absoluut ook, ja. Sympathiek. Sympathiek. Empathisch. Ja, nee, wij zouden eens een keer hem uit moeten nodigen dat hij met ons ging eten. Ja, zo, bij La Brochette. In een vol café. Bij La Brochette. Ja. Maar dan Dries de tafel ernaast. Maar Gordon was daarna aan de beurt. Denk je dat hij hier problemen mee gaat krijgen of niet? Ik denk dat hij hier hele grote problemen mee gaat krijgen. Gordon is natuurlijk gewend om iemand in zijn reet te kruipen. Dat deed hij nu bij John de Mol. Ik heb het gevoel dat hij... Die moet maandag op kantoor komen. Ja, voor de mensen die dat gemist hebben, ja, daar komt hij. Daar komt hij. John is zo ontzettend positief. En dat is ook een van de redenen waarom ik ook ben overgestapt. Omdat ik die man gewoon echt bijna adoreer in zijn enorme positiviteit. En hoe hij in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind van die man. Die man is zo muzikaal. Mm. Gewoon piano spelen, hoort toonsoorten in het orkest, verandert koortjes. Ja, daar vind ik echt wel wat voor te zeggen. Het is zo'n verdomd leuke kerel. Hij heeft zoveel goeds gedaan voor de televisie. Want ik gun het hem ook, ook echt, hè, dat ene grote succes. Dat het eindelijk een keer wel lukt op SBS. Maar laten we nou, als wij dan met die John gaan eten... Ja. In ieder geval wel ergens gaan eten waar een vleugel staat. Ja. Dat die even kan... John kan helemaal niet piano spelen. Hij weet nog ineens hoe het schrijft, piano. Oh. Heb jij er nou gekeken, Mars? Ik heb er niet naar gekeken. Maar... Jawel, joh. Ik heb het net gezien. En met verbazing. Maar gaat dit problemen voor... Ligt hij eruit, denk je, die Gordon, of niet? Als John de Mol slim is, wel. Nee, maar kijk,
Satire, dat kan, maar iemand zo beledigd. Ja, nee, dit ging veel te ver. Ja, dit kan, maar ik heb het programma echt uitgezet. Ja. Toen een of andere gek ging koken met bloed van andere mensen. Ja, dat zou ook voorbij komen. Met een asperge. Ja. Ik denk, wat is dit voor een idiootje? Ja, ja, maar er zaten alleen maar gekkies aan tafel. Maar ik wil even die advocaat was en die jongen van Mick van Wely. Ja, Mickey. Ja, Mick. Ja. Mick is een goed ventje. Ja. Maar, Zes is zij het ook. Ja. Ja, dat heb ik nog. Ja, daar kijk ik nog naar. Maar in ieder geval, kijk, als Gordon hier geen problemen mee krijgt, dan kunnen wij ook alles zeggen. Dan kunnen wij alles zeggen waar we zin in hebben. Hè? Ja. Even serieus. Weet jij dat John ook zo geweldig kan kokkerellen? Ja, echt waar? Nee. Ja. Kaarten kan hij ook heel goed. Ja. Sjoelen? Sjoelen ook? Ja. Goed man. Ja. Die John is veelzijdig. Ja, die kan veelzijdig. Nee, maar die John heeft er ook verstand van. Anders haalt hij ons toch niet. Nee, dat is wel duidelijk inderdaad. Maar kijk even. Maar Gordon is overgestapt voor hem. Ja. Wij niet. Nee, terwijl... Wij niet. Nee. Als bij mij dat maandsalaris door de bus komt en die envelop valt op een hond, hebt hij net zijn schudding. Ja, maar wij zijn de enige overgebleven idealisten in televisieland. Ja, absoluut, absoluut. Wij willen gewoon goede tv maken. Ja. En daar doen we alles voor. En als RTL morgen €25 meer betaalt, gaan we niet. Jawel. Ja, jawel. Zijn we weg. Hoe zit dat hier met onze basisbeleefdheden? Dat is toch een beetje de vraag uit het land ook. Zitten die hier goed op basisbeleefdheden? Of nee, maar je moet natuurlijk als talkshow-host met zo iemand aan tafel, dan gebeurt er wat. Dan heb je publiciteit. Maar die drie beschaafde dames uit Limburg, die hadden ook op kunnen stappen. Want je zit natuurlijk met een iets wat verloederde oude gek. Een wat verloederde oude gek? Ja, nee, maar Johan, hallo op, man. Het is al... Ja. Nee, maar het is al vrij ongebruikelijk als iemand aan tafel komt zitten dat hij zijn hoed ophoudt. Ja. En zijn brillen. Maar hij was er echt op uit, op aandacht. Want Jules is iemand die wil alle aandacht en dat kan hij blijkbaar niet delen. Maar je weet toch, als je Jules deel eruit nodig, dat gaat een beetje gaat gebeuren. Daar moet je ook een beetje op instellen. Jawel, maar vroeger was Jules vermakelijk en scherp en zag hij er flitsend uit. Maar nu zit er een beetje een zielenpoot. Ja? Ja. Je vond een beetje ervan dan met Polly Palmen erbij en nee, zo? Maar kom op, weet je. Het was ook een kutuitzending. Maar die Sjoels zat gewoon in de verkeerde uitzending. Weet je, als hij hier tussen gezeten had hij het nu al naar zijn zin gehad. Ja, was leuk geweest. Ja, had hij het nu al naar zijn zin gehad. Ja. Weet je, en dan had hij lekker kunnen eten. Hij zat lekker te eten. Ach, dat meisje aan de overkant zat helemaal onder. Ja. al dat brood uit zijn mond zat. Je zat heel de tijd zo. Dat lange haar was zielig, joh. Ja. Maar het was natuurlijk ook een kutuitzending met die Eva Jiemek. En dan aan die Connie Palmen vragen. Connie, doe even je ogen dicht en denk dan aan Limburg. Die Connie. En toen zei... Ogen open, Connie, ogen open. Nou, dat ging nog maar net, hè? Ja. Die lag echt lekker te slapen, hè? Die lag bijna tukkie te doen. En toen zegt ze, waar denk je nu aan? Draadjesvlees. Dat sloeg toch helemaal nergens op? Nee. En die Sjoel, dit gaat toch nergens over zijn? Volgens mij heb jij eigenlijk een foundation. Nou, ik zou je zeggen... Dat wil ik best wel eens aanhalen. Dat ik best wel heel veel doe voor de maatschappij. Ja? En dat ik best wel heel erg zeg maar maatschappelijk betrokken ben ook, weet je wel. En er zijn wel eens mensen die doen daar vrij gemakkelijk over. Maar ik wilde toch best wel eens vertellen wat ik dan allemaal aan voor stichtingen, zeg maar, mijn medewerking verleen. Ik weet niet of we ze op papier hebben. Ik weet niet, hebben. Zouden we het er... Ja, kunnen nou, dan ben ik, nou, ik ben ambassadeur van de stichting van Casper natuurlijk. Leven met alvleesklierkanker. Verder steun ik en ontmoet ik veel gehandicapten. Ja, doe je. Ja, ik weet niet of die er veel aan hebben, maar ik ontmoet ze wel. Ja. Verder ontvang ik stervende in de studio. Dat hebben we al een paar keer gezien. Hè, dat mensen die met hun laatste dagen bezig zijn, die worden dan binnengerold, zeg maar. Verder praat ik regelmatig met een verslaafde. Die anoniem wil blijven. Ja. GELACH
Nou ja, en dan is eigenlijk de laatste stichting... Is de, die heb ik dan zelf met Dick Advocaat opgezet. Dat is eigenlijk een stichting voor mensen met die haaruitval hebben, zeg maar. Die minder haar hebben. En die stichting heet, zeg maar, hoe haar je het in je hoofd? Ja. Dat is een stichting die wij samen bestieren, Dick en ik. Omdat mensen die, zeg maar, waar het haar bij uitvalt... die kunnen daar psychisch enorm onder lijden natuurlijk, hè. En daar praten Dick en ik dan over. Nee, wat ik eigenlijk wil aangeven is... wat hebben al die bekende Nederlanders... dat ze godverdomme in ieder programma gaan zitten vertellen hoe goed ze zijn? Die kleine Johnny de Mol. Ja. Die het alleen maar hebt over dat hij heel zijn leven al in Griekenland zit... om die vluchtelingen op te vangen. Waarom vertel je dat overal? Die Linda de Mol met de stichting. Oh man, zo goed. Oh, zo betrokken allemaal. Ik, die Olzee Gulsen, die zei ook laatst weer... ik wil alleen nog maar tv maken die ertoe doet. Mm. Dan denk ik, joh, laat me nou eens gewoon normaal doen, joh. Dan moet ze nooit meer op tv verschijnen. Nee, maar weet je wat het nou is, Johan? Wat die Johnny de Mol doet, weet je waar je daarmee mee moet doen? Je bek houden. Dat moet je doen en je bek houden. Nee, maar dat is altijd met dat soort dingen. Je moet er nooit mee koketteren. Wat is dat? Ja. Wat is dat? Vertel me dat. Ja, ik denk dat hij, wel wil erbij bewerkstelligen dat meer mensen dat gaan steunen. Maar, Maar dan moet je elke keer erover beginnen. Is het niet ik zo vind van... het ook wel, ik ga wel... Mans, ga je uit. Ik vind het ook wel een beetje goedkoop scoren. Och, ik word er zo moe van. Maar hij gaat nu theater toch in? Maar je ziet nu wat ik doe. Ja, dat wordt onderschat. Ik heb het er nooit over. Nee. Dit kost me bijna 7 dagen in de week. Ja. Dit. Dat je even die bank af moet en nee, dan... dat ik eigenlijk er weer ben. Maar samen jullie ook haar in en zo? Overweeg je ook haar implant? Nou, dat niet, maar ik wil wel met mensen praten die haaruitval hebben. Ja. Kijk, Kees Jans heb ik het ook weer de hele avond over gehad met Wim. Die zit er ook heel erg mee. Nee, maar ik stoor me er vreselijk aan. Als mensen op tv gaan zitten vertellen hoe goed ze zijn... en wat voor doelen ze allemaal steunen. En, dat en nu die gozer weer, al die kinderen. Ja. Tim Hofman, ja. Hofman, ik weet niet wat die jongen doet. Hij werkt bij BNR. Nou ja, maar kijk, dat is van, als je dus zoiets zegt van... moeten die kinderen die helemaal part nog deel eraan hebben... aan die situatie die hier geboren zijn, in Nederland blijven... want het is allemaal zo zielig. Dan kun je ook aan mensen vragen... willen jullie allemaal 100.000 euro krijgen? En dan zeg ik ook heel Nederland ja. Hmm. En dat sentimentele nu... Dat hij met dat jockey naar Dijkhof en zo toe gaat. En dan gaat hij overal in tv-programma's de mooie jongen uit zitten hangen. Zie mij nou eens. Ik denk dat hij de politiek ernstig in verlegenheid brengt. Want daar zitten ze helemaal niet op te wachten, op dat soort dingen. Want het is al moeilijk genoeg om dat een goede banen te leiden. Als je verantwoordelijk bent voor uitzettingen en zo, dan heb je slapeloze nachten van hem. En dan komt hij wil de show stelen en gaat een open deur inschoppen om met zoiets te komen. Ja, natuurlijk is iedereen gevoelsmatig daarmee eens. Maar als je dan even doordenkt, nou, dan komen er ook een paar problemen om de hoek kijken. En de regels die Nederland gesteld heeft. Hij zette dat Dijkhof onder druk op een onjuiste manier. Ja, nou vind ik dat niet erg van Dijkhof. Die kan zich best redden. Maar die gozer doet dat alleen om een wit voetje te halen bij de publieke opinie. Ik heb me er nooit over gehoord. En plotseling is hij daar. Ook zo'n bekende Nederlander. Moet meteen natuurlijk aan die tafel zitten. Komt Anneke Greunlo. Ik wist niet dat hij in 46 landen hoog genoteerd was geweest. Meer dan... Wat stond er? Nou, ze heeft ruim 30 miljoen platen verkocht. Ja. En die was heel groot. Die werd ontdekt door Peter Koelewijn. Want die zat bij haar op school. En Peter had toen Kom van het Dak af. Maar het lullige, ik trek heel veel op in de Schouwburgen met die generatie artiesten. En die hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Die hebben allemaal grote hits gehad en veel platen verkocht. Ja. En die hebben nooit hun geld gehad. En dat geldt ook voor Anneke Greunlo. Die had miljonair moeten zijn. Die heeft nooit die royalties gehad, want die waren jong en die tekenden een contract. Die waren al blij dat ze een plaatje mochten maken. Ja? Peter Koelewijn werd er rijker van, of niet? Nee hoor, ook, die is er ook niet echt rijk aan geworden. Maar Joost en Draaier, die woont op een eiland in Loosdrecht. Ja, die is er ietsje beter van geworden. Ja, die platenbazen, die hebben dat toen handig ingepikt. En die hebben eigenlijk alle poen in hun zak gestoken. En zij heeft later nog geprocedeerd, maar... Dan, dan kom je nergens meer, want dan is dat allemaal verjaardig. Een groot artiest, toch? Hij was een groot artiest, die had echt internationale hits. En het was ook een hele goede zangeres. En ik kan niks naars over die mevrouw vertellen. Dat is vrij uniek in jouw geval, dus in dat opzicht is het heel bijzonder. Ja, ze heeft toen een incidentje gehad met Paul de Leeuw, hè? Oh? Ja, dat was een beetje naar Paul de Leeuw, die nodig je dan uit in zijn show, maar dan was je geen gast, maar slachtoffer. Oh ja. En die heeft haar toen min of meer neergezet als een structureel dronken nymphomane. En daar
Dat heeft ze niet gepikt. Oh, en toen heeft Paul de Leeuw ook zijn excuses aangeboden. Oké. Okay. Maar dat was nog. Je kunt niet alles zeggen in dit land. Nee, maar dat was toch de wilde, stoere Paul de Leeuw. Dus inmiddels. Nou ja, kijk, Paul de Leeuw die had altijd de gasten, maar dat waren echt slachtoffers. En hij moest de show stelen. En als iemand leuker dreigde te worden dan Paul de Leeuw, dan ging hij bovenop je zitten of zo. Ja. Dan deed hij iets geks.